Op de camerabeelden is goed te zien dat het busje hard aankomt rijden. Beelden van de harde klap laten we niet zien, maar direct daarna rent Antoine van den Berg naar buiten. Ik zie iedereen rechts bij de rondonde. En ik loop ook als kan, zo hard als kan ook richting de rondonde. Daar lag dan een persoon en dat bleek dus achteraf onze dochter te zijn. Sinds dat moment is hij met het ongeluk bezig. Tijd om de versieringen van het feestje in zijn café op te ruimen heeft hij nog niet gehad. Door middel van camerabeelden probeert Antoine de vluchtroute van de dader te achterhalen. Want hij zal hem vinden. Niet normaal als je zoiets doet. Je merkt het, je kan me niet wijsmaken, niet merkt dat je dan doorrijdt. Nu is het gelukkig de omstandigheden goed afgelopen. Hetzelfde geld was ze er niet mee geweest. Dan had je een moord op je geweten. Maar zover kwam het niet. Vandaag vieren ze gelukkig de verjaardag van het zoontje van zijn dochter. Antoine heeft ondertussen dus een beloning uitgeloofd die leidt naar de gouden tip. Hij moet iets gezegd hebben, dat moet. Dat kan niemand. En als je dat kan, ben je geen mens. En door die boete uit te loven, ga ik ervan op uit om toch mensen alert te maken die toch met de gouden tip komen, zodat deze persoon toch gepakt wordt.